Jorginho, wat dacht jij toen er afgefloten werd voor de wedstrijd? Eindelijk. We hebben heel hard gevochten voor de punten. Iets wat we de afgelopen wedstrijden gemist hebben. Dus het is wel lekker dat we nu wel punten hebben gepakt. En ook de manier waarop we gewoon heel hard hebben gevochten voor die punten. Ja, het was geen voetbalshow, maar het allerbelangrijkste was vanmiddag eigenlijk maar één ding: 3 punten pakken. Ja, precies. Om zeg maar nog uitzicht te houden op de 4e plek. Moest er gewoon gewonnen worden. En, we hebben geluk dat Vitesse gelijk gespeeld heeft, dus we hebben het weer zelf in hand. Ja, zo sta je zomaar weer 4e en is die vermaandelijke play-offs weer een beetje van je afgeschud? Ja, die is er nog steeds wel. We moeten natuurlijk wel gewoon winnen. Want je hebt ook nog Heerenveen die erachter staat en Vitesse. Dus we moeten gewoon winnen om weg te blijven uit de play-offs. Ja, werd het daarom ook een beetje vanmiddag zo'n zenuwenwedstrijd? Want nogmaals, het was geen voetbalshow. Jullie wilden de punten pakken en er moest alles voor ondergeschikt worden gemaakt. Ja, nou, we hebben dit gewoon de afgelopen wedstrijden gemist. En vandaag maakt het niks uit hoe we de punten zouden halen, als we ze maar zouden halen. En, vandaag moest het zo, dus zo hebben we het gedaan en hebben de punten gepakt. Bikkelen, kom je op 1-0 voorsprong en dan is het eigenlijk die voorsprong naar de eindstreep trekken. En dat lukt in eerste instantie dan niet. Nee, ja, je ziet vaak bij ons dat wij heel makkelijk goals tegenkrijgen, ook vandaag weer. Gewoon heel kinderlijk en dat wordt wel vervelend. En het is vervelend dat wij zo goals tegenkrijgen. We hebben het gevoel dat de tegenstander niet echt moeite doet of echt een kans, een uitgespeelde kans krijgt om een goal te maken. Bij ons is het gewoon keer op keer zijn het weer fouten die gemaakt worden door ons, waardoor we goals tegen krijgen. Dat was wel weer vervelend, omdat we zo hard hebben geknokt om de 1-0 te maken en de 1-0 vast te houden. En als je hem dan op zo'n manier weggeeft, is het gewoon heel frustrerend. Maar we zijn gewoon blijven doen wat we daarvoor deden en gelukkig maakten we de 2-0. Ja, het past wel een beetje in het moeizame seizoen van PSV. Zijn jullie wat dat betreft ook blij als dit seizoen erop zit? Hopelijk met die 4e plek. En dat je dan uithuilen en opnieuw kan gaan beginnen? Ja, natuurlijk. Het hoogst haalbare is de 4e plek. En daar willen we gewoon voor gaan. En om het seizoen nog redelijk af te sluiten. En daar vechten we gewoon voor. En, we willen niet in de play-offs komen in ieder geval. Hoe zijn jouw gedachten wat betreft het Nederlands elftal? Want play-offs betekent eerder klaar zijn bij PSV. Betekent eerder aan kunnen haken bij Oranje. In hoeverre speelt dat bij je? Ja, ik speel gewoon mijn wedstrijden bij PSV. De bondscoach bepaalt en natuurlijk is het voor mij ook een droom mee te gaan. Vooral nu, omdat ik heel lang eruit geweest ben, is het natuurlijk extra mooi als ik meega. Maar zoals ik zei, de bondscoach bepaalt. Ik doe gewoon mijn uiterste best om in aanmerking te komen. Ja, als hij nog twijfelt, heb je nog 1 wedstrijd waarschijnlijk om hem te laten zien dat hij niet om je heen kan. Ja, en een stage volgens mij. Nee, ik bedoel, je hebt nog 1 wedstrijd met PSV, dan wordt de selectie gemaakt. Dan moet je erbij zitten. Ja, dat moet. Ja, klopt. Maar ik moet gewoon mijn wedstrijd spelen en dan zie ik het wel. Ja, wat dat betreft is het wel heel prettig dat die play-offs er niet aankomen, want dat zou nog een kink in de kabel kunnen brengen. Ja, vooral in een groep. Ja. Het is een lang seizoen geweest. En ook de play-offs, daar moet je langer door. En als je hem wint, moet je ook nog eerder beginnen. Dus het is makkelijker als je 4e wordt. 3 punten, concurrent Vitesse, verspeelpunten. Dat is toch een aardige reis van Zwolle naar Eindhoven. Ja, als je wint is het altijd wel aardig, maar nu extra omdat Vitesse punten heeft laten liggen.